Na 7 maanden in de ruimte is het weer even wennen aan de zwaartekracht op aarde. Omdat hun spieren slap zijn geworden, worden de astronauten uit de capsule getild. Het team dat ze opvangt draagt mondkapjes en dat is voor de astronauten gek om te zien. Toen ze vertrokken was er namelijk nog helemaal geen coronavirus. You can say your goodbyes and the guys can move into their vehicle. De astronauten gingen 7 maanden geleden op weg om 3 collega's af te lossen die in het ruimtestation aan het werk waren. Aan boord van het station worden allerlei wetenschappelijke proefjes uitgevoerd. En er gebeurde ook iets bijzonders. 2 vrouwelijke astronauten maakten samen een ruimtewandeling. En dat was voor het eerst. Right beneath your feet, so don't move down. Copy. Het was raar voor de astronauten om zo ver weg te zijn, terwijl op aarde heel veel mensen ziek werden door het coronavirus, vertelden ze eerder aan boord. We can tell you that the Earth still looks just as stunning as always from up here, so it's difficult to believe all the changes that have taken place since both of us have been up here. Iemand die weet hoe het is om in de ruimte te zweven is astronaut André Kuipers. Normaal is het al flink wennen om weer op aarde te landen, maar voor deze 3 astronauten is het extra moeilijk, denkt hij. Je doet je werk, het is al een rare omgeving waar je in zit met z'n 3'en, met z'n 6'en. En dan kom je terug en dan word je ontvangen door allemaal mensen met kapjes op en handschoenen aan. Dus voor die astronauten is het een rare ervaring. Vroeger was het natuurlijk zo, de ruimte is best gevaarlijk, moet je tegen beschermen. Maar dan kom je terug op aarde en ben je veilig. Maar nu moeten ze ineens beschermd worden tegen een virus misschien. Ja, en dat betekent voor de astronauten die zijn teruggekomen dat ze sommige mensen nog iets langer moeten missen. It certainly will be very difficult for me to not be able to give some hugs to my family and friends, but it will of course be wonderful to see some family and friends at least virtually and from a distance for now.